Yo, leuk dat jullie weer kijken naar weer een nieuwe aflevering. Mijn naam is Bequeno en in deze serie ga ik jullie DJ-lessen geven. In de vorige aflevering heb ik natuurlijk verteld hoe Rekkerbox in elkaar zit, hoe je playlisten kunt gaan maken, hoe je muziek kunt voorbereiden, hoe je hot cues kunt maken, etc. Zodat je lekker klaar bent om te gaan draaien. In deze aflevering wil ik jullie wat meer vertellen over wat voor feesten je kunt tegenkomen en wanneer je dan wat moet gaan draaien. Ken je. Natuurlijk kan je niet altijd weten wat je moet gaan draaien, maar vaak zie je wel aan het concept van het feest, dus bijvoorbeeld de flyer waar je gaat staan, kan je al een beetje zien wat er verwacht wordt. Vaak staat er op de flyer bijvoorbeeld R&B, hip-hop, oftewel urban is dat vaak hier in deze taal. Nou ja, je hebt dan ook bijvoorbeeld housefeesten, dancefeesten, technofeesten, etc. Het is vaak belangrijk dat je sowieso een beetje gaat kijken in welke richting je wilt gaan draaien. Als je allround kan draaien is natuurlijk het beste, maar het beste voor aan het begin is wel een beetje focussen op één gebied. Ik ben dan begonnen met house draaien, maar ik draai nu volledig urban. Dat is omdat house wat veel makkelijker is, wat ik in de vorige aflevering heb gezegd, wat makkelijker is om mee te beginnen met draaien, om te oefenen. Maar later kan je natuurlijk altijd die switch maken naar de urban. Maar wil jij echt serieus gaan beginnen met draaien, is het wel belangrijk dat je een beetje een richting hebt waar je naartoe wil qua draaien. Ja, wat ik zeg, je hebt natuurlijk verschillende feestconcepten. Vaak kan je zien aan de flyer zien waar je gaat staan. Je zal merken dat als jij voor het eerst gaat draaien, je allereerste boeking hebt, dat je vaak zal gaan moeten gaan openen. Oftewel, dat betekent dat je de allereerste DJ van de avond bent, oftewel nog in een lege club staat. Dan is het vaak belangrijk dat er, vooral voor organisatoren, dat jij een logische opbouw voor hun verzorgt voor die avond. Dus bijvoorbeeld als jij om de meeste feesten beginnen om 11 uur, dus als jij om 11 uur moet draaien, is het belangrijk dat jij bijvoorbeeld niet al bij wijze van spreken traag van busy gaat draaien, want er is nog niemand in de club. Het is dan vooral belangrijk dat jij inleeft in de mensen die komen net binnen, die hebben net een jas uitgedaan, die komen net eerste drankje halen bij de bar. Dan is het vooral belangrijk voor die mensen dat ze eerst gewoon even rustig gaan zitten, even kletsen met elkaar. En dan willen ze niet al meteen bangers horen, omdat ze dan de rest van de avond dat ook al horen en de DJ's na jou die al wat ervarender zijn, die voelen dat dan meer aan en die horen dan dat het al gedraaid is en dan wordt het lastiger voor hun omdat zij dan minder gewaardeerd wordt omdat die mensen die het feest bezoeken natuurlijk dan al zeggen van oh, ik heb dit nummer al 2-3 keer gehoord. Dat is natuurlijk al heel erg belangrijk. Vaak geef ik DJ's mee met als je gaat openen, oftewel tijd van 11 tot 12 of 10 tot 11, zou ik gewoon lekker beginnen met oldschool R&B. Beetje Craig David, beetje Rihanna-achtig. Beetje de stijl als No Scrubs, beetje dat soort dingetjes. Vooral dat gaan opzoeken, 90's doen het goed, 80's doen het goed. Dat je gewoon lekker rustig kan gaan opbouwen. Kom je een beetje van 12 tot 1 qua tijd, dan zou ik gewoon een beetje richting de wat meer hip-hop gaan. Dus bijvoorbeeld een beetje meer de Tyga, maar dan de rustige muziek van Tyga. Een beetje Fetty Wap, Chris Brown doet het bijvoorbeeld ook heel goed. Ja, dat soort muziek bijvoorbeeld. En dan heb je echt vanaf 1 uur vaak wel echt primetime. Oftewel, dat is de drukste tijd van de avond. En dat betekent dat je gewoon echt moet gaan knallen. Vaak zal je ook wel echt zien dat vaak de ervarenste DJ's of de main acts, bijvoorbeeld als een artiest komt optreden bijvoorbeeld, dat die vaak op die tijden staan, omdat het dan het drukste in de club is. Clubs hebben ook vaak een regel met dat ze bijvoorbeeld tot 12 uur gastenlijst hebben en daarna is het dicht. Oftewel, vanaf 12 uur moet iedereen binnen zijn die gastenlijst heeft. En daarna is het alleen maar met kaartverkoop. En dan zal je zien dat er minder mensen binnenkomen, waardoor de club al meteen voller is om 12 uur. Wat ik zeg natuurlijk van primetime, zal je waarschijnlijk nog niet gaan staan als je net begint met draaien. Maar voor mij was het ook natuurlijk lastig, omdat ik natuurlijk ook begon met openen. Ik heb natuurlijk heel veel feesten geopend. Af en toe open ik ook nog steeds, omdat ik het heel belangrijk vind dat je dat, als je dat onder de knie hebt, dan kan je in principe alles. Want dan heb je toch het gevoel dat je en voor die mensen een leuke avond bezorgd, omdat je gewoon zorgt dat ze lekker binnenkomen. En natuurlijk is het niet leuk omdat het een lege club is, maar dat is voor jezelf. Je moet die tijd zien voor jezelf om dan beter te worden. Weet je. Je staat in de club, je staat op de flyer, je kan gewoon lekker je ding doen. Dus dat is nog zeker superleuk. Nou, dan heb je natuurlijk vaak nog de primetime is vaak vanaf, maar meestal wel gewoon vanaf begin tot bijna sluit. Of vanaf 1 tot bijna sluit. Nou, dat is gewoon knallen. Hitjes vooral, gewoon echt hitjes. Goede dancebangers, clubbangers. Doughboy bijvoorbeeld doet het heel erg goed. Dat soort muziek. Kom je wat meer in de 18+. Bijvoorbeeld Burna Boy doet het dan heel goed.
Dus een beetje aanvoelen. En vooral belangrijk is dat jij gaat naar dat soort feesten gaat bezoeken. Dus wil jij bijvoorbeeld in 18 plus clubs gaan draaien? Ga bijvoorbeeld naar feesten waar ik heel veel draai. In Club Nix bijvoorbeeld, in Club R, Jimmy Woo. Ga daar vooral naartoe. Dan kan je een beetje aanvoelen wanneer er wat gedraaid wordt. En dan hoor je bijvoorbeeld ook op primetime wat ze dan draaien. Natuurlijk draait elke DJ verschillend, omdat iedereen natuurlijk wel geboekt wordt nu tegenwoordig met een... Omdat hij iets heeft qua kenmerk wat gewoon leuk is voor de gasten. En heb je natuurlijk afsluiten. Afsluiten is natuurlijk ook heel belangrijk, omdat jij als allerlaatste bent, maar toch nog even één keer vol wil knallen. Maar het is wel belangrijk dat je ook rustig afsluit, dat die mensen ook om kwartier voor tijd gewoon weer rustige muziek, dus waarmee je bent begonnen met openen. Dan ga je ongeveer dezelfde muziek draaien, gewoon weer heel rustig. Vaak is dat tussen de 80 en de, laten we zeggen, 95 bpm. Ga je daar gewoon lekker draaien. Dus oftewel weer Craig David, Rihanna, een beetje Ed Sheeran. Gewoon heel rustig dat mensen gewoon weer lekker naar buiten gaan, hun jas gaan pakken en lekker naar buiten gaan. En dat zijn een beetje de dingen qua draaitijden. Wat ik vooral wil meegeven is dat je gewoon lekker de clubs moet gaan bezoeken. En dat je vanuit daar lekker kan gaan kijken wat je wilt gaan draaien. Dan ben je natuurlijk onder de 18, wordt het natuurlijk wat lastiger. Maar ga dan bijvoorbeeld DJ's volgen als bijvoorbeeld een Johnny 500 of een Naftali Ramona bijvoorbeeld. Of weet je, een beetje kijk naar Phonics live sets. Dan zie je een beetje wat ze draaien. Ga in de beschrijving opzoeken naar de tracks die in de video zitten. Download die en ga gewoon lekker ermee aan de slag. Maak een opbouw voor jezelf qua playlisten ook. Maak bijvoorbeeld een openingsplaylist, maak bijvoorbeeld een prime playlist met bangers waarvan je denkt van ja, deze zijn echt hard, die gaan mensen leuk vinden, die is goed voor een druk tijdstip. En een afsluitplaylist heb je niet per se nodig, omdat dat gewoon vaak je prime en je openingsplaylist is. Dat is eigenlijk een beetje wat ik wil meegeven. Mochten jullie daar natuurlijk nog vragen over hebben, kunnen jullie me gewoon rustig een DM sturen. En dan ga ik jullie natuurlijk meer uitleggen. En dan zie ik jullie in de volgende aflevering.